Hoi en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik weer een masker testen. Het is het Deep Cleansing Charcoal Facial Masker. Dat is dus weer zo'n blackhead masker. Het is een peel-off masker voor de normale huid. Deze komt van de Action overigens. Zit dus in een doosje. Als je mijn kanaal langer volgt, dan heb je misschien ook al wel gezien dat ik al eerder een keer zo'n masker heb getest. Dat was een hele set. Maar ik zag deze dus staan. Ik dacht, nou, misschien is het wel leuk om dat te proberen. Ik was over die set niet zo heel tevreden, maar misschien dat deze wel beter is. Ik zal even openmaken om te kijken hoe het erin zit. Het is ook een... Het is goed, het is een... Ja, er zit een... Het is een houtskoolgezichtsmasker. Voor de normale huid met houtskoolextract voor het verwijderen van onzuiverheden en dode huidcellen. Voor een diepe reiniging van de poriën. Na je gebruik zijn je poriën minder zichtbaar en voelt je huid zijdezacht aan. Gebruiksaanwijzing. Vermijd gevoelige delen van je gezicht. Zoals de huid rondom de ogen. Breng het product aan op delen van je gezicht die niet zo gevoelig zijn. Zoals je neus, kin en voorhoofd. Dat ga ik bij deze dan ook gewoon echt doen. De vorige keer heb ik zo'n masker echt op mijn hele gezicht aangebracht. Dat was geen succes. Nu ga ik echt alleen dit, dit en dit doen. Breng een laag aan. Laat het 15 tot 20 minuten harden. En dan is het masker opgedroogd. En verwijder het masker voorzichtig door aan de randen naar het midden van je gezicht te trekken. Het masker kan gezichtshaar meenemen. Dit kan gevoelig zijn. Als het pijn doet om het masker van je gezicht te trekken, stop dan met deze manier van het verwijderen. En verwijder het masker met lauw warm water. Verwijder eventuele resten ook met lauw warm water. Nou, dit is een masker in een tube. Het is dus eentje op houtskool. Ik dacht dus dat dit ook weer zo'n blackhead masker zou zijn. Maar het is toch iets anders als de vorige volgens mij. Het zit in een tube van 100 gram. Dus je hebt best wel veel. Er zit ook een spateltje bij. Dit is denk ik puur voor het aanbrengen. Het staat er niet bij. Zie de gebruikssluit. Zie de spijssluit. Die had ik net al. Even kijken of er ook iets op staat van het aanbrengen. Nee, dat is eigenlijk puur wat ik net al zei. Dus nou, mocht je benieuwd zijn naar of dit masker beter bevalt, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik ga even het dopje eraf draaien, dan zie je gelijk al dat hij gewoon goed dicht zit. Dus het is goed beveiligd. Ik ga dat er even afhalen. Ik denk dat ik dat even door moet prikken. Oh nee. Er komt wel zwart van af. Ik leg het gewoon even op dat spateltje. Ik ga het spateltje niet gebruiken. Ik ga wat van het masker in het bakje doen. Het is wel even zwart als dat vorige masker. Dus of dat een heel goed teken is, weet ik niet. Nou, ik ga het gewoon met het kwastje aanbrengen. Waar is een dopje? Oh, hier. Zo ziet het er dus in het bakje uit. Dat is niet anders dan het vorige masker. En nu ga ik het aanbrengen. Ik ga het gewoon in de camera doen. En zoals ik al zei, alleen maar op mijn neus, mijn voorhoofd en mijn kin. Het is wel gelijk weer zo lekker plakkerig. Je moet het eigenlijk 24 uur van tevoren testen of dat het wat voor je huid is. Maar dat doe ik gewoon niet. Ik denk dat ik voor de zekerheid toch maar even een spiegeltje ga pakken. Want volgens mij kan ik het niet helemaal goed zien zo. Ik moet zeggen dat het niet stinkt. Het ruikt niet heel raar of zo. Het ruikt op zich wel oké. Neus. Ik doe het alleen op de brug van mijn neus. Ik ga het niet op mijn hele... neus doen. Ik heb ook veel te veel gepakt, want ik hou zeker over.
Maar ik vond het de vorige keer op mijn hele huid gewoon niet zo'n succes. Dus vandaar dat ik het gewoon nu zo doe. Een beetje doortrekken. Nou, dan zit het masker er nu in ieder geval op. Het aandenken ging eigenlijk best wel makkelijk. Ja, zoals ik al zei, ik heb ervoor gekozen om niet die spatel aan te brengen. Misschien dat ik die nog wel ga gebruiken bij het verwijderen van het masker, maar moet ik even kijken. Ik ga dit nu eventjes een kwartiertje tot 20 minuten laten drogen. En daarna kom ik bij jullie terug om het masker te verwijderen. En dan kan je ook zien als het helemaal droog is. Om te kijken of dat werkt en of ik daadwerkelijk een zachtere huid heb en of dat mijn poriën minder zichtbaar zijn. Dus ja, ik kom zo meteen weer eventjes bij jullie terug als dit helemaal droog is. En dan gaan we kijken of we dit op een gezonde manier eraf krijgen en of het niet zo moeilijk is als de vorige keer. Inmiddels heeft het masker er 20 minuten op gezeten. Ik heb het echt 20 minuten laten zitten en is het dus tijd om te kijken of dat er makkelijk afgaat. Ik ga dit een beetje bij de spiegel doen. Ik heb dus dat spateltje wat bij de set zit, heb ik hier liggen. Zodat ik het misschien een beetje los kan peuteren. Ik heb ook een bakje ernaast staan. Dit is ook het bakje wat ik net heb gebruikt voor het masker, zeg maar. Maar dat krijg je echt heel makkelijk schoon met gewoon het water. Gewoon het warm water. Ik zie dat dit er heel makkelijk aftrekt. Je houdt echt een laagje over. Dus dat vind ik op zich heel positief. Vind ik een stuk positiever als toen met die andere. Blijft er wel ietsje zitten. Dus even kijken of dat dit ook. Oh. Nou. Dit krijg ik er dus niet af. Dit is toch op een of andere manier in 20 minuten niet hard genoeg geworden. Dus ik ga dit even met een doekje doen. Zo, een washandje erbij. Even kijken. Ja, dat gaat er heel makkelijk af. Maar dat had ik ook wel verwacht, omdat hij dus nog niet compleet hard was. Even drogen. Dus dat is één. Die van mijn kind, die valt niet tegen. Maar nu dit. En hier ben ik wat huiveriger voor. Ik ga even kijken hier bij mijn neus, hoe ik hem omhoog kan. Ze adviseren ook echt om het van buiten naar binnen eraf te trekken. Maar je moet natuurlijk wel een openingetje vinden. Het ligt natuurlijk ook wel aan de laag. Nou, dit werkt echt goed. Kijk, ik heb hem nogal in één keer af kunnen trekken. Dan moet ik wel weer even die kleine dingetjes even weer met het washandje doen. Je krijgt niet alles in één keer mee. Zo. Ging eigenlijk best wel makkelijk. Dat had ik niet verwacht. Even kijken. Dan kan ik ook gelijk zien of mijn poriën wat verkleind zijn. Ja, ze zijn inderdaad wel minder zichtbaar, heb ik het idee. Je ziet ze nog wel. Maar ze zijn wel kleiner in ieder geval. Zo lijkt het. Ik moet wel zeggen dat ik het straks met douchen nog wel even extra ga schrobben om eraf te halen. Wel zou ik ook aanraden om na het gebruik van zo'n masker een goede inbrengende crème aan te brengen. Ik doe dat straks even na het douchen, dus ik doe dat nu niet. Maar op zich, als ik dit nu aan jullie laat zien, je ziet eigenlijk niet echt dat er vel in zit, vind ik. Het ziet er eigenlijk heel normaal uit. Je ziet geen stukjes of pitjes. Dus of dit echt de bedoeling was, of het ook blackheads zou gaan verwijderen, dat vraag ik me nu af. Dat dacht ik namelijk. Ja, blackhead peel-off mask. Dus je zou echt denken dat dit ook voor blackheads zou zijn. Nou, die zijn bij mij niet meegenomen, maar op zich, het geeft wel een lekker fris gevoel. Ja, ik ben eigenlijk
eigenlijk best wel tevreden over dit masker. Als ik deze vergelijk met dat andere masker wat ik toen testte van de Action, vind ik dit echt, echt heel erg fijn. Gewoon omdat het er heel gemakkelijk afgetrokken kan worden. Nou ja, zoals ik dus al zei, ik zou wel iets langer in laten trekken dan die 15 à 20 minuten. Omdat ik nu toch wat plekjes had die niet helemaal goed droog waren. Maar het is toch ook wel puur qua laag. Hoe dik doe je hem erop? Ik had een vrij forse laag erop gedaan. Want dat leek mij wel prettig. Zodat ik het goed kon testen. Maar het valt mij echt niet tegen. Gewoon dat je er zo in het geheel af kon trekken. Hey, ik ben eigenlijk best wel verbaasd over dit masker. Je hebt best wel een grote tube. Ik ben gewoon eigenlijk echt wel tevreden. En het is natuurlijk ook wel meer op houtskool gericht. Ik weet niet of dat bij die andere ook zo was. Daar heb ik me, is me niet opgevallen op de verpakking. Ik zie het er hier echt op staan. Maar ja, ik vind dit masker echt wel top. Ik zou dit echt kunnen aanraden. Dan was dit alweer de review van het Deep Cleansing Charcoal Facial Masker. Oftewel het Blackhead Peel Off Masker. En nou ja, zoals je aan mijn reactie hebt kunnen zien, ben ik eigenlijk super enthousiast. Vooral als ik het vergelijk met de video die ik eerder ook van. Dat was ook van ditzelfde merk, dat Charcoal. Tenminste, ik ga ervan uit dat het merk is. Dat was dan zo'n 3-stappen masker set. Vergelijk ben ik over dit masker echt super tevreden. Het bracht fijn aan. Het rook ook lekker. Je hebt best wel een grote tube. Ik vind 100 gram echt best wel veel. Ja, dat spateltje is misschien fijn om aan te brengen. Vooral als je niet een kwastje hebt of een bakje. Dan is zo'n spatel best wel prettig, denk ik. Ik heb hem dus alleen gebruikt om het een beetje los te halen. En eigenlijk wordt alles ook gewoon weer keurig schoon. Die kwast is ook gewoon weer heel schoon geworden. Gewoon met wat zeep en wat water. Het bakje werd ook heel snel weer schoon. Dus dat valt me echt niet tegen. Wel zou ik je dus aanraden om die 25 minuten wat langer te laten. Dus pak maar gauw al wel een half uur, 40 minuten misschien zelfs. Zodat je zeker weet dat alle plekken goed hard zijn. Want ik had nu toch nog wel wat plekjes die niet helemaal hard waren. Maar ja, ik dacht ook, weet je, ik volg gewoon de instructies die erbij zitten. Wat op dit blaadje staat. En dan kom je er toch achter dat die dus wel langer moet blijven zitten. Maar het deed ook echt geen zeer. Ik had, toen ik eerder zo'n masker testte, deed het ook heel veel pijn om het eraf te halen. Dat had ik bij deze echt totaal niet. Het ging lekker simpel. Hij is voor de normale huid. Dus ik weet niet of het op een gevoelige huid ook werkt. Ik heb zelf niet zo snel last van reacties als ik producten test. Daar heb ik echt heel erg geluk mee. Dus ik krijg niet gelijk een hele rode huid of zo. Maar ik kan me voorstellen dat als jij een gevoelige huid hebt, of als je sneller allergische reacties krijgt van bepaalde producten, dat het misschien niet echt een ideaal product is. Vandaar dat ze natuurlijk ook aanraden om even kijken hoe dat er nou stond. Ik heb het straks wel gelezen. Ja, gewoon even op een klein stukje van je huid te proberen, zeg maar. En dan, als je na 24 uur geen allergische reactie hebt, dan om gewoon het hele masker aan te brengen zoals het beschreven staat. Nou ja, ik was lekker eigenwijs en heb dat niet gedaan, omdat ik van mezelf wel weet dat ik er niet zo snel last van heb. Maar echt, ik ben echt enthousiast. Het voelt ook best wel lekker zacht aan, moet ik zeggen. Mijn poriën lijken ook best wel kleiner. Het is niet super groot verschil, maar het voelt wel lekker fris. En van die meetrekkende haartjes heb ik ook eigenlijk niks gevoeld zoals in de beschrijving stond. Dus ik ben eigenlijk gewoon ja, super enthousiast over deze facial mask. Dus ja, mocht je ook benieuwd zijn naar zo'n masker, kan ik je deze zeker aanraden. Hij is gewoon van de Action, super low budget, maar hij werkt echt heel goed. Ik ben er echt heel blij mee. Nou, ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien hoe ik dit masker test. En ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of je zelf dit masker al eens hebt geprobeerd. Of dat je misschien van plan bent om het te gaan proberen. Laat het me zeker even weten in de comments. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken.
Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. En als je dan ook op het belletje drukt, dan krijg je ook een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!